De proto, de tulia. De grote poedel zwart. Tibetaanse spaniel. De chihuahua korthaar. Franse bulldog. Laat weer wat ruiten. Afghaanse windhond. En de bekend. We moeten natuurlijk altijd een beetje plaats tussen laten als een klein en een groot kan restlocht. Elke lot moet de kans krijgen op een mooie binnenkomst dat hij zijn gangwerk optimaal kan tonen. En we zitten hier dus met puppies. Zij hebben dus een leeftijd tussen de 6 en de 9 maanden oud. Krijgen we in de selectie reeds de volgende collega. De bulldog. De fox terrier smooth komt erbij. Dan zitten we aan 3 en dan hebben we nog een plaats voor 3. De akita. De Duitse staander draadhaar. Dan hebben we er 5. U kan er nog eentje kiezen, meneer Veijarts. En dat wordt de English Springer Spaniel. En een applaus voor onze andere mooie puppies die de ring verlaten. Hij behoort zeker en vast dat de ras oorspronkelijk in het leven ligt geroepen. En dan krijgen we de tot groep 2, de groep van de lossers, de pintjes en schuiltjes en de bergwonden, maar ook de Zwitserse cellenwonden zitten in deze groep. Dan gaan we zo naar een comfortstukje waaien, wat dan weer duidt op een roepen genoemd. In Japan mochten enkel nog Duitse herders gehouden worden, omdat dit de honden van het leger waren. Ze hadden een gebruikstoel. Dus akitas werden gebruikt om de uniformen van het leger te voorzien van bont. En daarom dat deze honden in grote massa zijn geëxporteerd naar andere landen. En het kan aan een hond waartegen we draadhaar zeggen, merkt u toch dat de structuur van de vacht licht verschillend is. Duitse staander is een staande jachthond uit de grond van de Duitsers en de Spanjaards, zoals de naam ook al weggeeft. Hij heeft in Wales ook een tegenhanger te noemen dan de Welsh Springer Spaniel. Beide rassen lijken een klein beetje op elkaar. Als u ze naast elkaar ziet staan, ziet u duidelijk dat het om een andere hond gaat. Maar als leek is het toch niet altijd even simpel om het onderscheid tussen de beide rassen te zien. Mooi. Poepie doepie doepie doep, poep poep doep.